Ja, maar gewoon, ik zet geluid aan. Goedemorgen, majesteit. Ik ben bijzonder verheugd dat u, majesteit, deze opening koninklijke luister wilt bijzetten. En we zijn trots en dankbaar dat u alle andere aanwezigen mogen ontvangen in misschien wel het mooiste gebouw van Amsterdam. Waar bijvoorbeeld ook uit het Koran gelezen wordt.
Het Joods Historisch Museum vertelt het verhaal over de eeuwenoude band tussen de Joden en de Oranjes, met ruim 100 kunstwerken, ceremoniële voorwerpen, schilderijen, tekeningen, meubels, foto's, documenten en boeken. Ook zijn authentieke film- en geluidsfragmenten te zien en te horen. Voor de tentoonstelling krijgt het museum verschillende bijzondere bruiklenen van het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Een topstuk en zeker mijn favoriet is een hanger van diamant, smaragd en robijn die koning Willem III in 1879 als huwelijksgeschenk gaf aan zijn tweede echtgenote Emma. Een hele bijzondere tentoonstelling. Ik ben heel blij dat deze tentoonstelling er is en ik heb ook een boven over. Joden en het Huis van Oranje, 400 bewogen jaren, loopt tot en met 30 september. Maar het zou mij niets verbazen als Forsten iets leuks regelt voor haar lezers.